Deze maand staat er op het gebied van ruimtevaart iets belangrijks te gebeuren. Rond 22 februari zal er een commerciële maanlander gelanceerd worden. Het gaat om Nova C van Intuitive Machines. De exacte datum is nog niet helemaal duidelijk. Maar als het lukt, dan is het de eerste commerciële maanlanding en de eerste Amerikaanse landing sinds 1972. Hou het nieuws goed in de gaten, want de landing zal plaatsvinden ongeveer een week na de lancering. En dan is er ook nog eens het gigantische Starship van SpaceX. Deze gaat in februari voor een derde poging om in een baan rond de aarde te komen. Het ruimteschip zal uiteindelijk astronauten naar de maan en zelfs naar Mars gaan brengen. De datum is nog niet bekendgemaakt. En dan nog even wat algemene kijktips voor deze maand. Venus is de eerste helft van deze maand goed zichtbaar voordat de zon opkomt in het oosten. En ook Jupiter is opvallend en goed te zien, met name tot middernacht. Het is altijd leuk om verschillende nachten met een kleine verrekijker of met een telescoop de afwisselende posities van de vier grote manen van Jupiter te bekijken. 16 februari is het absoluut de moeite waard om naar de sterrenhemel te turen, want dan staat de maan vlak onder de Pleiade en dat is een prachtig plaatje om te zien. En verder zijn er deze maand maar liefst 4 kometen zichtbaar, maar om die te kunnen zien heb je wel een telescoop nodig. Dus ik zou zeggen, geniet van al het moois aan de lucht.